Zo breng je licht in iemands leven. Licht staat ook voor liefde en zorg voor elkaar. En dat willen we graag als Gabriel School doorgeven. Dus vandaar dat wij de kaarsjes doorgeven weer aan de nieuwe groep 8. Daar heb ik een klein gedichtje voor. Ergens brandt een kaars met licht. Voor mensen die het moeilijk hebben, die hun toekomst overbelicht, zodat zij nog veel mooie momenten hebben. Ergens staat een deur open voor mensen die vluchten voor geweld, die zelfs geen onderdak kunnen kopen, want ze hebben nauwelijks geld. Ergens zal een kaars warmte geven voor mensen met heel veel verdriet, die hen helpt met verder leven, zodat iedereen van het leven geniet. Dus daarom is het belangrijk dat we dat licht doorgeven. Zorg voor elkaar. Goed, dan begin ik hier. Hey Bente, even staan. Nou, dan ga je morgenavond afscheid nemen. En waar ga je dan? Naar welke school ga je dan? Naar Goed Vermeer. Oké. Hey, en als je nou naar het voortgezet onderwijs kijkt, welk vak denk je van, dat lijkt me nou echt een leuk vak? Gym. Sport, natuurlijk. Aan wie ga je je kaarsje doorgeven? Aan Anna. Ja, welke school ga jij volgend jaar? Oké. Ga je alleen daarheen of ga je ook
ook met andere kinderen van de Gabriels school? Ik zit met Danny Kruijlen. Oh, dat is wel fijn, hè? Wat ga jij nou van de Gabriels school het meest missen? Toch wel de juffrouw. Dat is lief. Je hebt twee kaarsjes in je hand. Ja. Aan wie ga je die doorgeven? Jason Angelo. Nou, en welke school ga jij voor? Met mijn camera. Met de fiets? Ja. En waar heb je het meest zin in? Gewoon een nieuw begin, denk ik. Want je gaat ook groep op even next doen, hè? Ja. Ja. Jij bent met projecten bezig. Ja. Daar ben je heel goed in. Je bent helemaal alleen, hè? Die dag van ons, als je naartoe gaat. Nou, ga je de nieuwe vrienden maken? Ja. Dat is ook leuk. Aan wie ga jij je kaarsjes door? Sascha en Joep. Heel leuk. Nou, dat ziet er prachtig uit. Ja, daar al. Oké, met welke school ga jij? Ik ga nog met PMO. Leuk. En ook lekker met de fiets? Ja. Samen met andere kinderen? Ja, van de schuilplaats. Heel veel. Dus die ken je al? Ja. Ken je van dansen of zo? Ja. Leuk. Hey, welk vak kijk jij naar uit? Ook wel gym, denk ik. Ja, gym is toch wel heel favoriet. Ja, sport natuurlijk veel. Ja. Aan wie ga jij je kaarsje doorgeven? Ik geef hem door aan Lot. Nou, Ilse. Ja. Zo zeg. Ja, ik zag prachtige al. Prachtige kleding. Ja. Oké, okay, je gaat naar? Putten. Lekker met de fiets ook. Ja. En samen met andere kinderen? Ja, met Bente en met Lin. Gezellig. Ja. En wat ga jij missen van deze school? Ik denk toch wel gewoon de gezelligheid en de klierigheid. Lekker. Dat ga je daar niet doen? Nee, gewoon op dat van de is les. Fijn. Dat is wel heel fijn op zijn tijd. Heel veel succes. Ja. Aan wie ga je kaarsje door? Dat bij. Even vanuit de geluid. En Danielle. Ja. Nou. Wat wordt het volgend jaar? Groep 2. Lekker dichtbij? Ja. En ik hoorde net ook al met andere kinderen. Ik niet. Oh, jij niet. Ik niet. Oh nee, jij niet. Nee, dat is ook. Ja, dat klopt. Oké. Hey, en waar kijk jij het meest naar uit volgend jaar? Ik denk op koken. Ja, dat is wel heel erg leuk. Dat ga je natuurlijk lekker doen. Ja. Koken. Nou, heel veel plezier. En aan wie ga je je kaarsje doorgeven? Milan. Ga je ertussen, Milan? Ja, een boekje. Nou, daar. Dan zit het er ook voor jou op hier, hè? Ja. En waar ga jij naartoe? Een week. Dat is ook wel weer met de fiets te bereiken. Ga je als regent ook met de bus? Of dan vraag je je moeder of ze of je brengt met de auto. En welke heb je altijd zo'n richting die je toch kiest? Ook naast door het sport of cultuur? Ik heb technologie gekozen. Ja, dat vind ik ook echt wel leuk. Dus daar kijk je wel naar uit. Ik heb je al bekend in de klas, hoor? Iemand van ik al. Maar voor de rest niemand die ik ken. Nou, kan je hele nieuwe stap. En aan wie geef je je kaars? Tim. Nou, Jorre, dan ben jij aan de beurt. En wat wordt het voor jou volgens mij? Ik ben goed met mijn kaars. Oh, gezellig. Heb je ook al kennis gemaakt? Zie je het zitten? Mooi. Waar kijk je naar uit? De techniek. Ja, ook de techniek kant. En de rekenen, de wiskunde kant misschien? Wat geeft je voorkeur? Meer de wiskunde kant of meer de talen kant? Engels, Frans. Ja, toch wel? Leuk. Hey, en wie ga je je kaarsje doorgeven? Aan Nick. Mooie witte dochters. Dus heb je geen toekomst in de gezondheidszorg. Nee, denk ik wel creatieve kant op. Hè? Dingetjes ontwerpen. Hé, hey, wat ga jij volgend jaar doen? Ik ga nog een toetsen. Ja, dat hoor ik nu wel goed. Hè? En dan kan je lekker op de fiets heen.
Wat ga jij nog missen van school? Ja, ook niet. Aan wie ga jij je kaarsje doen? Joy. Dat had ik ook eigenlijk wel kunnen doen. Nou, Jeremy. Zo. Dus we gaan al bijna voorbij. Nee. Wat wordt het voor jou volgend jaar? Groen van Beek Emmerich. Leuk. En nou, met andere kinderen ook van de Gabriel School? Niet in de klas, maar ik ben wel een paar keer. Okay, dus je bent helemaal alleen in jouw groep van onze school? Ja. Dus je hebt al kennis gemaakt, hoe was dat? Leuk. Wat vond je leuk? Ik had wel een fijne klas. Chille leuke klas, jeugd. Ja. Waar kijk je het meest naar uit? Wat voor vak bijvoorbeeld? De techniek. De techniek kan het ook. Nou, ik hoor hem ook techniek. Leuk. Nou, heel veel succes. En aan wie geef jij je kaarsje? Aan Tijn, vaste beurt. Nou, Tijn, ga maar lekker zitten. Penny, zie je er ook zo prachtig uit. Het staat in jurkje fantastisch. Ik ben heel benieuwd hoe jouw rol zal zijn. Aan wat ga jij doen volgend jaar? Ik weet het. Leuk. En aan wie ga je je kaarsje doen? Vind ik graag. Groevenbeek is wel weer erg in trek dit jaar, hè? En wat ga jij missen van de Gabriels? Dat je bijna geen huiswerk hebt. Dat denk ik ook. Ja, ik denk dat je daar nog maar heel eventjes van moet gaan. Ja. Welk niveau ga je doen? Ik ga verweer. Met andere kinderen ook hier? Ja, met vrienden. Ja. Heel veel succes. En aan wie ga je je kaarsje doorgeven? Aan Sam. Sam. Van achter. Jos, ja. Zo, meneer Jos mag ik wel eens zeggen, hè, met die mooie pak en die snor. Ja. Ik hoop dat ook naar jou rol. Ja. En waar ga jij naartoe volgend jaar? Ook Groevenbeek aan. Ja. Leuk. Ja. Ga je ook lekker met de fiets zijn? Ja. Hey, en wat voor niveau ga je doen? Totale VWO. Leuk. Dus veel Engels. Maar dat zal voor jou niet zo moeilijk zijn. Nee. Hè? Spreek thuis ook veel Engels? Ja. Dus je gaat je broer aan het hebben. Ja. Dus je kijkt ook uit naar Engels? Ja. Ja, ook heel veel naar sport. Maar ik wou misschien ook een sportklas gaan doen. Maar uiteindelijk heb ik toch voor twee talen gekozen. Heel goed. Nou, wij gaan nog wat van je horen hoe je gaat. Ja. En aan wie geef je je kaars? Aan Philip. Ja, mooi, dank je. Sven. Nou, ik ben jij aan de beurt, hè? En wat ga jij doen volgend jaar? Groep van Beek putten en dan ga ik de Jalpjes. Ja, dat is leuk. Oké. En ben je al weer kennis mee te maken? Ja. En wat vond je daarvan? Gezellig, klas. Ja. Leuke leraren? Ja, mentor is ook. En heb je ook al een hele leuke rondleiding gehad door de school? Ja, wel wat klassen gezien. Heb je er wel zin in? Ja. Heel veel succes. En aan wie geef je een kaarsje doen? No. Johanne, eruit. Hey. Jij gaat niet in putten blijven, hè? Nee, ik ga naar Amsterdam. Ja, en hoe ga je daarheen? Fiets, klein lopen. Ja. Dus ga je 's ochtends mee voor de weg? Ja. Maar je hebt al een keer geoefend, toch? Ja. Dat is een beetje. Dus met de trein, dan zit je lopen. Ja. Hoe heet jouw school? Vierde de Berg. Ja, leuk hoor. En waar kijk jij naar uit? Want je hebt al even kennis gemaakt. Morgen 9 uur. Leuk. Nou, heel veel succes. En aan wie geef je kaars? Tijn. Volleybal. Ja, het is een beetje volleybal en nog eentje voor volleybal. Leuk. En ja, nog in de verschaal toe.
Waar kijk jij het meest naar? Wat voor vak vind je leuk? Het is ook allemaal wel de technische kant. Leuk hoor. Hé, hey, aan wie geef je die kaarsje door? Aan Jens. Oh, Lin. Twee kaarsjes. Ja, maar vertel eerst eens even wat jij gaat doen. Ik ga naar de putten naar Tel. Kijk, je hebt de fiets. Ja. Heerlijk. En wat ga jij missen van de Gabriel school? Je moeder misschien? Doe lekker dichtbij. Ja, en vrienden zo. En waar kijk je het meest naar uit? Minder huiswerk. Ik mis wel ook de huiswerk. Dat vind ik bijna prettig thuis te maken. Ja, volgens mij doen we dat op school. Oh, okay. Meestal. Ja, zo werkt het eigenlijk. Heel veel succes. En aan wie geef je de kaarsje door? De Laan en Tess. Kom even. Ielke, we staan helemaal aan het eind van de rij, hè? Ja. En waar ga jij voor zijn? Christelijk College in Asselveen. Zo. En het harde wijk? Ja. Met de bus misschien ook? De bus. Heb je er zin in? Ja. Je zus zit er ook. Hè? Ja. Kun je samen reizen misschien? Wat voor vak vind jij nou leuk? Dat je denkt van nou, dat hebben we hier helemaal niet. Dat ga ik volgend jaar helemaal leuk vinden. Geschiedenis neem ik. Ja. Heel veel belangstelling voor. Leuk. Hey, aan wie geef je de kaarsje door? Oh, aan Sefko. Precies. Er zit hier voor jullie een nieuwe groep 8. Daar komen jullie in de oudste. Dat voelt wel goed, hè? Voelt fijn. Ja. Maar ook misschien wel vreemd, ja. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Goed, dan ga ik jullie nog met afsluiting een kort verhaaltje voorlezen. Ik ga even een beetje dicht ontvangen. Twee piepjonge vogeltjes staan op de rand van het nest. Ze kijken een beetje angstig naar beneden. Oeh, het is wel diep, zegt het ene vogeltje met knikkende pootjes. Heel diep, zegt de ander met bibberende vleugeltjes. Ik heb een idee, zegt het ene vogeltje. En hij pakt een parachute. Kijk, zegt hij, trots. Zo komen we zacht op de grond terecht. Nee, zegt de ander, dat kan echt niet. Een parachute, dat is voor watjes. Ik heb een veel beter plan. En hij pakt een extra lang elastiekje. Kijk, zegt hij, dat bind je aan het nest en de ander eind aan je poot. En dan gaan we buntje jumpen. En dan vallen we niet te pletten. Nee, dat is pas stom, zegt het ene vogeltje. Dan leer je nooit vliegen. Ze kijken weer naar beneden in die oneindige diepte. Ze zuchten nog eens diep en doen hun oogjes dicht. Dan springen ze tegelijk over de rand. Ze fladderen en fladderen en fladderen en ze piepen zich schor van angst. En net voordat ze op de grond de vletters slaan, scheren ze omhoog en vliegen ze weer terug naar hun nest. Uitgeput, maar trots liggen ze naast elkaar uit te hijgen. En vanuit een andere boom kijken hun ouders lachend toe. Onze kleintjes redden het wel. Dus de groep 8 gaat. En we hebben een nieuwe uitdaging. Maar jullie redden het wel. Jullie komen er wel. Heel veel succes. Jullie zitten in groep 8.